Hey, ja, jullie waren moderator vandaag. Ja. Wat hebben jullie allemaal geleerd? Ja, wat hebben we allemaal geleerd? Ik geef de eer even aan. Ik heb een hoop. Ik hoef alleen het middagdeel te doen. Dus wat dat betreft is het iets korter dan Martin. En ik hoefde zelf niet te presenteren. Maar ik moet zeggen, ik heb 3 interessante cases langs gehad. En wat me eigenlijk het beste bijgebleven is de HEMA. Ja. Die waren als eerste met een loyaliteitsprogramma. Okay. En dat je punten aan het eind van het jaar gewoon weg zijn. En dat natuurlijk, als je als marketeer aan de slag gaat, best wel spannend is. Ja. Maar is dat dan na een jaar? Of gewoon het einde van het kalenderjaar? Ja, dus het kalenderjaar. Dus als ik op 30 december een punt scoor bij de HEMA, of wat voor reden dan ook, dan zie je 2 dagen later... Zo heb ik hem begrepen, ja. En dat heeft puur een praktische aangelegenheid. Oh, ja. Want anders moet je de punten activeren op je balans. Omdat het geld is natuurlijk. Ja, maar als marketeer is dat natuurlijk een kruwel. En dat wil je, dat is het laatste wat je wil. Ja. Maar die hobbel hebben ze overleefd. Ja. Overleefd? Het programma draait nu volgens mij 3 jaar. Ja. Dus ze hebben volgens mij minimaal 2 keer meegemaakt. En de 3e keer zal dan 1 januari zijn. Ja. Ja, maar dus klanten zijn er eigenlijk. Dat is wel een low bar, toch? We hebben het overleefd. Dat is wel een low bar. We hebben geen fantastische service. Als marketeer kan je super systeem. Nee, we hebben het overleefd. Dat is volgens mij wat ze geprobeerd hebben. Als marketeer kan je het ook omdraaien. En ze hebben gewoon geprobeerd om de push te hebben, om je punten in de laatste week van het jaar op te maken. Dat is wel inderdaad een soort van schaarste. Urgentie, schaarste. Ja, heel goed. Kijk, mooi bruggetje naar jou, Martin. Hè? Mooi man. Over de HEMA gesproken. Nee, kijk. ik was vandaag moderator. Ik had 2 petten op, Guido. Moderator en ik mocht spreken. Ja, dat was natuurlijk de voorwaarde. Als jij, we hebben een moderator nodig. Nou ja, ja, oké, okay, dat wil ik wel, dat maar... Nee. Dat was wel zo, kwam het toevallig zo samen. Ja. Maar dat was wel weer mooi. 2-3 jaar geleden, dan kon je echt zeg maar de sessies over personalisatie zoeken in het programma. En had je er 1 of 2. Ja. En vandaag is het eigenlijk het teken van personalisatie. Dus Martin, we hebben het vandaag alleen maar over personalisaties gehad. Serious? En design sprint. Ja. En design sprint. Want ik had 1 uitzonderlijke presentatie. Ja. Maar dus, weet je wat je ziet, hè? Als je nu nog 1 homepage hebt voor iedereen. Jongens, dat kan echt niet meer. En je ziet echt wel dat het nu echt gaat doorbreken. Dus we praten er al 3 jaar over. Maar ik merk dat zelf ook. Bij Emers zitten we nu. Maar bij Emers en Bekenstein geef ik nu ook trainingen over online personalisatie. En dit jaar zijn ze ook echt voor het eerst doorgegaan, weet je wel. Daarvoor konden ze er. Maar en we zien gewoon nu echt die trend dat die trainingen, die gaan gewoon lopen. Ja. En je ziet het in het onderwerp, dus dat personalisatie is gewoon key. Jouw cursus voor AI staat ook al op de website, ja, maar misschien dat je over AI, 5 jaar... Daar moet ik eens over nadenken, vanuit die groei, vanuit de conversiepyramide. Was profiling heel lang de top, dat wordt ook nu AI, hè? Dus Artificial Intelligence. Ja. En waar ik zelf ook mogen spreken is uiteraard, in dit geval ook over online personalisatie, maar wat ik wel de luisteraars wil meegeven, en dat is ook elke keer wel zo, er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen, welke tool moet ik aanschaffen, of ja, we gaan ermee beginnen, welke tool gaan we kopen? Ja, trap nou alsjeblieft niet in de valkuil. Ga eerst eens gewoon beginnen met het plan, en eigenlijk moet je maar 1 vraag beantwoorden. En dat is deze. En ik zie je kijken, Guido, het wordt spannend. Ik ga het opbouwen. Nee, maar één vraag die je moet beantwoorden. Gaan we het opbouwen? Is hoe kan online personalisatie jou helpen om je online doelen sneller te halen? Vraagteken. Ga dat eens eerst over nadenken. Ga dat beantwoorden. En kom daarna een keer terug welke tool moet ik hebben. Als je daar vragen over hebt, mag je ook altijd bij me komen. Dat weet je. Nee, maar dat is de standaard marketing eigenlijk aanpak, Martin. Hoe bedoel je? Ja, Martin, je hebt niks nieuws bedacht. Je hebt niks nieuws bedacht. Nee, maar ja, weet je, als je niet begint, het tool gaat het niet voor je oplossen. Maar dat is wel vaak de aanpak natuurlijk. We moeten iets gaan doen, dan gaan we een tool regelen en dan gaan we eens even kijken wat het eigenlijk precies doet. Ja, dat is natuurlijk al een paar keer voorbij gekomen. Ja. Ik probeer altijd als richtlijn, als ik bij bedrijven binnenkom, van het is leuk dat jullie die tool gaan aanschaffen, maar je moet minimaal 4 keer zoveel in je mensen ook besteden. Dat is 80-20 regel, 20% budget voor je tool. Als jullie daar 1 ton of 1 miljoen aan willen uitgeven, fine. Maar dan ben je 80%, ja. Ja. Maar we hebben nog wel 80% nodig van dat budget voor mensen, voor trainingen, voor processen. Maar uitvoering. Ook, ja, de uitvoering inderdaad, van dat die mensen echt daadwerkelijk de tijd krijgen om het te doen. En dat gebeurt natuurlijk heel vaak, van leuk die tool aanschaffen. Maar. Ja, de lessen die ik wel heb geleerd, ik denk dat als je met personalisatie aan de slag wil, ga eerst eens kijken welk CMS gebruik je. Dus dat is het makkelijkste, vanuit het content management systeem. Hè. Je ziet bijvoorbeeld, je hebt heel veel WordPress, maar daar heb je niet echt, zover ik weet, nog niet echt hele goede plugins voor. We zijn er wel.
Bijvoorbeeld Sitecore, Sitecore merk ik. Maar dat is een beetje de crème de la crème van het CMS. Maar ik merk dat sommige mensen daar last hebben om die te besturen. Dus ja, dan wordt de percentage ook niet heel handig. Zelf ben ik met een ondernemer bezig, en dat is van die ondernemer hoor. Is YouPersonal, dat is voor, specifiek voor Umbraco. En het mooie is, als je het in een CMS hebt, zou mijn advies zijn, ga daarmee starten. Want dan is het onderdeel van je huidige structuur. Ja. Je mensen hoeven geen nieuwe tool te leren, het is gewoon een onderdeel van je huidige CMS. Dus het tweede is, wat ik ook wel mensen tegenwoordig meegeef, bijvoorbeeld ik geloof in DMP's, hè, dus datamanagement platformen, dat je slimme dingen gaat doen, dat je gaat kijken, klikgedrag koppelen aan e-mail. Maar bij het woord koppelen, dan zie ik ook heel vaak zo'n tijdslijn van een aantal maanden voor me. En dan worden vaak projecten. Dus mijn tip is, ga snel beginnen met een eenvoudige tool waarin je die laag over je website heen legt. Als bijvoorbeeld een Wicket of een Conversify of een slimme tool of designer, zeg maar smart notification tool. Want dan heb je geen impact op de organisatie, geen impact op de IT en je kan al beginnen met dialoog te bouwen. Dus je kan eigenlijk al morgen gaan leren. En ga in de tussentijd met je team een plan maken. Hoe gaan we nou in die end uiteraard toe naar die 360 graden klantprofiel, naar een DMP. Maar doe dan pak alsjeblieft dan twee trajecten, want dan kan je nu al gaan leren. Hoe langer je wacht, hoe minder je leert. Dus je gaat leren met smart notification tools. En je gaat met elkaar een plan maken voor dat DMP. Maar zo'n DMP lijkt leuk, heeft ook enorme impact op je IT, op je investering, maar ook op je mensen, Guido, wat jij zei. Want je mensen moeten er wel mee kunnen werken. Dus dat was voor mij ook wel weer de learning van niet van vandaag, maar van de afgelopen weken, zeg maar. Had een van jullie toevallig Pollen in de zaal, Pollen van de Maagd? Hij zat ook vanmorgen in de podcast waar we het over hadden. Onder andere, ja, leuk al die personalisatietools. Maar wat het eigenlijk alleen maar doet, is dat mensen meer gespamd worden. Wel specifieker, maar ze krijgen alleen maar meer spam, waar ze ook niet op zitten te wachten. En het is allemaal leuk dat het digitaal is, maar het blijft nog steeds, ondanks dat we het personalisatie noemen, persoonlijker. Maar het voelt nog steeds zo onpersoonlijk. Een voorbeeldje dat hij gaf, zegt van bij KLM hebben ze bedacht van, leuk, als jij terugkomt van je reis, sturen we jou een mailtje met, hey, welkom terug uit Rome. Maar Pollen zegt van, ik reis 40 keer per jaar met KLM. Je voelt hem aankomen. Ja. hartstikke leuk. Voelt totaal onpersoonlijk. Ja. Daardoor. Ja, hoe gaan we daarmee om? Oké, ik zie daar twee dingen. Ik zie het woord marketing automation. Ja. Ja, weet je, daar krijg je bijna neigingen van. Hoe kan je nou marketing automation? Je gaat toch niet dialogen automatiseren? Dat is ook een rete suf. Kijk, marketing kan je niet automatiseren. Dat was al een mooi inzicht bij de SNS-presentatie. Daar gaan ze de mensen weer terugbrengen. Wij waren er niet bij, hè? Serieus, kijk. Het nieuwe goud is geen aandacht, maar echte aandacht. En dus als ik het gevoel heb dat ik een nummer ben en het wordt gewoon, geautomatiseerde dialogen. Wat ik heel veel zie, hè, van de jongens die snel geld verdienen online en dit programma, dat programma. Daar voel je niet eens meer de mensen achter. Ja, die gaan het verliezen. En ik hoop dat ze het heel snel gaan verliezen. Want dat is gewoon een geautomatiseerd dialoog bouwen. Gaat het niet worden. Ja, heel cool. Maar tegelijkertijd weet ik uit de sessie die ik had. Waar House was samen met Basedriver. Die hebben in hun tool, e-mail marketing dan in dit geval. Contactdruk op basis van het e-mailadres ingebouwd. Dus er zitten een aantal business rules in. Waarmee ze dus bepalen, je kan wel 15 selecties maken en 15 campagnes jouw kant op willen sturen, Guido. Maar er is gewoon vastgesteld dat je er maximaal 4 krijgt per week. Ja, en dan is het een prioriteitenkwestie. En het systeem faciliteert gewoon welke 4 jij krijgt. Ja, maar dat vind ik wel mooi. En dat is mooi, want dat is wel gedacht. Hè? Daar zie je wel dat er een marketeer achter de tooling heeft gezeten. Bij het conceptuele stuk. Maar ja, ik moet uiteindelijk voorkomen dat die persoon in 15 campagnes terechtkomt. Exact. Nee, dat ga ik niet voorkomen. Hij zit er wel in, maar hij krijgt er gewoon maar 4. Want dat is wat wij als allerbelangrijkste vinden. En dan zie je dat er eigenlijk meer ook een beleid gevoerd gaat worden. Waarbij je het tool faciliteert dat je dat beleid kan vasthouden. En dat zijn volgens mij wel de toekomstige ontwikkelingen. Waar ik wel van zeg. Nee, maar dat is eigenlijk wat Guido ook zei. Hè? Dat is wel mooi, Guido. Kijk, die tools zijn er. En natuurlijk, marketing automation. Je moet processen automatiseren. Waardoor je zeg maar veel meer je toegevoegde waarde wat je echt hebt. Dat je daar je tijd in kan steken. En niet aan processen die eromheen hangen.
Dus natuurlijk is marketing automation heel slim. Maar het betekent wel, de marketeer moet aan de roer zitten. Dus als jij weet dat je al 40 keer deze berichten stuurt van KLM, dan had een marketeer moeten bedenken, jongens, dat lijkt ons niet zo slim. Dus je had een business rule moeten inbouwen. Indien mensen meer dan 5 keer met ons reizen, gaan we dit niet doen. Dan gaan we iets anders doen. Dus de tools die zijn er, maar de tools worden pas een succes als er slimme marketeers die continu denken vanuit die huid van de klant, vanuit de toegevoegde waarde in die communicatie, als die de juiste business rules gaan instellen. Ja, volgens mij heeft Bart een vraag. Nee. Nee. Ja. 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 Wil je nou je vraag heen? Ik dacht, je staat erbij. Nou, maar we zijn hier ook bijna doorheen. Nee, ja. Nee, kijk. Ja, precies. En nog meer, wat kwam er bij jou in de zaal allemaal voorbij, Martin? Wat heb jij gezien dat is blijven hangen? Uiteraard wel weer, dat is ook wel een beetje een dingetje. Al die datakoppelingen, lookalike campagnes, even profielen verrijken. Hoe zit het dan met mijn, daar heb ik dan kennelijk een keer akkoord voor gegeven, maar als klant weet ik dat niet. Dus eigenlijk wat ook wel een beetje naar voren kwam, oké, er kan heel veel met data, er kan heel veel met profielen. Maar er kwamen echt uit de zaal wel van, jongens, maar ja, wil ik dit wel? En hoe kan, dus er komt als consument zijn. Als consument. Ja. En we weten gewoon eigenlijk niet wat er allemaal met onze data gebeurt. Dus dat kwam wel heel duidelijk naar voren. Dus wees erin transparant. Ja, ik weet niet of de Sanoma-presentatie van vanmorgen bij jullie was. Daar kregen we ook mee. Ja. Dat blijkbaar al die profielen. Nou, Sanoma heeft natuurlijk praktisch van elke Nederlander een profiel. Ja. Dat externe dat nu kunnen gebruiken om mensen te targeten. Ja. Ook als ze nog geen... Hebben we ooit contact of toestemming voor gegeven? Ik heb al 10 jaar een Donald Duck of zo, vind ik wel, sinds ik klein ben. Precies. En nu opeens word ik getarget van, wil je een nieuwe auto kopen? Dat zou dan het gevolg kunnen zijn. Ja, dat is wel... Dat een gaat lelijk eentje ver. Natuurlijk. Ja. 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 Je hebt ook wel mobiliteitsbehoefte, toch? Yep. Ja. Nee, maar dat is wel creepy. Heel apart. En zeker omdat er geen enkele manier is, voor mij in dit geval, om daarop terug te komen. Ik zou niet weten wie ik zou moeten contacteren om dat eruit te laten halen of zo. Nee, want ik weet niet eens bij wie ik het ooit heb ingeschreven. Nee, wat ik wel, voor mij was dat ook nog wel een eye-opener. Dat een van die uitgevers aangaf, joh, wij kennen een verschil tussen een opt-in voor commerciële mailing en voor content. Hè, dus een abonnee is iets anders dan iemand die advertenties serveren. Hè, dus een dagelijkse nieuwsbrief met kom even op onze site om de content te consumeren, is wat anders dan een opt-in voor commercie. Ja, en die had ik nog niet eerder gehoord. En die vond ik wel, was voor mij wel een goede eye-over. En ik dacht, ik kan dus blijkbaar dus 2 opt-ins geven. Op zich vind ik hem wel slim. Maar in de praktijk, hoe vaak ga jij door die cookie-melding sessies kijken van die pop-up van, wat leuk, ze hebben 8 verschillende settings. Superleuk. Ja. En dat ga ik elke dag doen, want Safari gooit tegenwoordig elke dag mijn browser cookies leeg. I'm only dus ik ga elke dag. Ja, ja. Nee, maar we zijn, en je ziet wel dat... dat de privacywaakhond daar heel stringent in is. Hè? Want aan de andere kant, dat heeft dan niet wat minder met CRO te maken. Maar als je bijvoorbeeld in de zorgsector kijkt, bij de meeste zorgverzekeraars kan je nu niet meer het zorgverbruik van je partner zien, wat vroeger wel kon. Want die zijn netjes door de AFM op de vingers getikt. Ja. Van joh, dit is gewoon informatie die privacygevoelig is en persoonlijk. Terwijl ik natuurlijk voor mijn gezin verzekeringsnemer ben. Ja. Vroeger kon ik gewoon, vorig jaar kon ik nog bij mijn vrouw kijken en inmiddels mijn 18-jarige zoon ook. Maar nu kan dat niet meer. Nee. En dat vind ik eigenlijk wel een hele goede ontwikkeling. Ja. Het effect is wel dat zij zelf een account moeten gaan aanmaken, want tot heel veel shit leidt. Dat de klantenservice overbelast is. Als marketeer zeg ik, wow, ik weet niet of we hier heel veel beter van worden. Maar vanuit privacy oogpunt is dat wel een hele duidelijke scheidslijn. En ik verwacht dat wij de komende jaren daar veel meer in krijgen, omdat die personalisatie gaat ons veel meer inzicht geven in wat eigenlijk bedrijven van ons weten aan data. En dat ik denk toch dat wij, Guido, wat vaker gaan lezen waar je ja voor zegt. Dat denk ik. Nee, mensen lezen echt niet, weet je wel. Die cookie-melding, dat is toch ook kansloos, weet je wel. Je klikt het gewoon aan en geen hond die het leest. Dat niet, maar het heeft wel een grotere kans om het nieuws te komen of zo. Omdat een journalist of iets als je, dat vind ik wel, dat was ook met die privacy of whatever. Kijk, iedereen weet het. Kijk The Great Hack op Netflix. De eerste vraag die gesteld wordt. Wie heeft er wel eens het idee dat hij een advertentie zien krijgt op basis van wat je zegt op je, en je hebt je mobiel aanstaan? Of je, iedereen steekt zijn hand op. Kijk, ik vind serieus als bedrijf,
Als jij als bedrijf bewust zegt, ik wil mensen afluisteren op hun mobiele telefoon, zodat ik dan beter advertenties kan tonen, dan denk ik als bedrijf, weet je, als jij dat als bedrijf wil, dan neem ik gewoon morgen afscheid van je. Want dat vind ik gewoon buiten de ethiek gaan. We kunnen er niks aan doen, maar ik denk serieus dat er een beweging komt. Dat als wij weten, als ik weet dat jij als bedrijf, dat jij dat jouw intentie is, dan ga je bij mij over de scheef. En dan, ik denk serieus dat als mensen dat steeds meer beseffen, dan gaan ze beseffen. Transparantie, weet je al. Maar ik zou als bedrijf niet eens willen. Dan denk ik van, hoe dan? Dan is je website gewoon niet goed. Dus ga alsjeblieft niet dit soort technieken. Als Facebook dat doet, zeg maar. Mensen gaan niet weg van Facebook. Nee, kijk maar naar Voice, Amazon Alexa en Google Assistant is bekend van geworden. Ik hoop van harte hoor dat mensen dat denken. Ja, begrijp me niet verkeerd. Ja. maar zoveel waarde in zo'n platform zit, dat ze daar weg mee kunnen. Ze komen ermee weg. Ze komen er niet meer weg. Ja. Ben ik met je eens, Guido? Voorlopig nog wel, hè? Voorlopig wel. Maar ik denk dat het overheden moeten zijn. Die de ingreep moeten doen. Dat individuele mensen dat. Ja. Maar weet je, het is heel vaak. Zullen een handjevol mensen zijn? Ja, maar heel vaak is het zeg maar ethiek. Hè? En ik vind serieus als eindverantwoordelijk voor een bedrijf of als eindverantwoordelijke marketeer. Zorg ervoor dat je online marketing bedrijft zoals jij aangesproken zou willen worden. Met de technieken zoals jij het zou willen gebruiken. En als je op die manier doet. Kijk, en er zijn natuurlijk bedrijven waar alleen maar geld het issue is, hè? Zoveel mogelijk geld verdienen. Ja. Weet je wel, voor dat soort bedrijven geef ik ineens trainingen, zoek het lekker uit. Maar weet je, je moet jezelf in de ogen kunnen kijken. En daar gaat het wel heen. En ik denk serieus, Guido, dat zeker als ik kijk naar mijn kids, ik heb twee kids, Isa en Luc, Luc 12, Isa 14, die zijn er weer meer bewust van dan wij denken. En als jij niet zeg maar in het duurzame zit en in transparantie, ze swipen je weg en als merk ga je er gewoon aan. En het mooie vind ik wel, als je dat niet bent, de kracht van social is zo groot, dat kan als een keiharde sneeuwbal aankomen. Ja, wees daar transparant in. En dat is echt ook een waarschuwing naar grote bedrijven. Maar als jij denkt, als jouw beleid is mij afluisteren op mijn mobiel, dat je beter advertenties kan tonen. Ik geef je nog een jaar, maar daarna is heel snel terug. Maar je moet het niet eens willen. Hou op. Maar Facebook leest ook je WhatsAppjes. En dan moet je mee stoppen. Op basis daarvan. Nee, maar op basis daarvan. Krijg je getarget advertenties. Dat doen ze al. Dus ik denk dat het helemaal. Ik denk dat iedereen het weet en op een of andere reden niemand wat boeit. En het is ook voor heel veel bedrijven. Heel veel mensen, let op, heel veel mensen boeit het wel. En die zeggen, hé, wat kan ik aan doen? En ik ga er ook niks aan doen. Ze realiseren het zich niet. Maar kijk, let op, hè, wat wel zo is. Kijk, als mensen heel makkelijk mijn mobiel kunnen afluisteren, dan kunnen mensen die daar kwaad mee willen, kunnen dat dadelijk ook. En dat gaat een keer mis. En dan heb je alle poppen aan dansen. Maar ga ermee om. Kijk, als jij als bedrijf dat wil, je wil iedereen afluisteren, terwijl ze dat niet weten, dan moet je het doen. Maar dan moet je ook niet verrast zijn als een keer een tijd komt dat mensen dat niet meer accepteren. Ja, maar de vraag is... En voor de rest, jongens, nogmaals, online marketing, CRO, percentage, al die shit. Zorg gewoon dat je de basis gewoon goed doet. Zorg gewoon dat je dat goed doet. Dan heb je deze techniek eigenlijk ook helemaal niet nodig. Of geen cheats te doen. Hielke wil wat zeggen. Ik zet jouw schuif even uit, Martin. In aanvulling denk ik. Martin, als hij helemaal op zijn spreekstoel zit, dan houdt hij niet meer op. Hè. Maar je gooit er een kwartje in en je krijgt maar €20 terug. Precies. Dat is altijd zijn Martin, dus zo ken ik hem ook. Nee, maar kijk, ik vind die discussie altijd wel lastig. Hè, want grote bedrijven, er is innovatie. En integriteit is een rekbaar begrip. Want op een gegeven moment doe je iets. En als je dat een tijdje doet, dan ga je langzaam een stapje verder. En dat gebeurt in dat soort organisaties gewoon. Hè? We hebben de Dieselgates gezien bij concerns als Volkswagen. Dat zijn geen kattenpisbedrijven. Dat zijn Duitsers die heel gruntlicht zijn. En die dat gewoon gruntlicht verstopt hebben met elkaar. Ja, ik ben gewoon niet naïef. Het gebeurt gewoon. Ja, en zeker als het ook nog eens heel snel geld oplevert. Want door meer persoonlijk te targeten kan je gewoon meer geld verdienen. Ja, dus het gebeurt gewoon. En ook en de vraag is, wat is het verschil als je naar je Facebook-app kijkt en elke transactie, of je nou swipet, hoe lang je leest bij een artikel, hoe lang je stilstaat bij iemand, creëert voor hun data en op basis daarvan personaliseren ze. Ja, dan is dat stukje van je WhatsApp checken en decoden tot platte tekst en daar ook iets op doen, is in hun integriteitsbeleid een klein stapje. Ja, kijk, personalisatie, ik ben absoluut de voorstander van personaliseren.
Want als je niet gaat persiseren, word je niet relevant. Ik heb als voorbeeld, hè, ik heb een leuke kledingzaak, Brandstof, zit in de Leusden. Een jonge ondernemer, volgens mij één pitter. En ik koop mijn kleding altijd offline. En ik gun het hem. Het is zo dat ik geloof in de kracht van het lokale. Maar als hij aan mij vraagt van, joh Martin, hou je van die spijkerbroeken? En dat, nee, daar heb ik niet zo'n voorkeur. En hij vraagt dat de tweede keer weer. En hij komt met kleren waarvan hij had kunnen weten dat ik dat niet wil. Degene zegt één keer, nee, daar hou ik niet zo van. Maar als hij dat de derde keer doet, dan neem ik gewoon afscheid van hem. Dan zeg ik, joh, want dan wordt het gewoon vervelend. Weet je? En ik wil ook, het zit in het brein, dat weten wij Guido, in de psyche van het brein. Maar herkenning is fijn. Dus als ik dan de volgende kom, hey, laatste keer had je dat toch gekocht? Ik heb nu weer van hetzelfde. Dan heb ik het al gekocht. Dus ik wil die herkenning, ook op webshops. Ik vind dat bol.com daar heel goed in is. Ze hebben me heel echt goed bezig mee de laatste tijd. Dus absoluut, ik wil die herkenning, maar wel op toegevoegde waarde. En zodat je bij me blijft. Dus jongens, personalisatie is een ding. De technieken zijn zo krachtig dat we zo erg kunnen personaliseren. Dat laat je niet meeslepen in het geld verdienen. Maar laat je meeslepen in vet. We gaan je helpen. We gaan je helpen om een betere keuze te maken. Dat moet het zijn. Ja, mensen geld verdienen stom. Je hebt het wel nodig, maar weet je wel, serieus. Maar als ik ondernemer zeg, Martin, ik wil deze business, want dan ik ga een gambling website beginnen. Dan zeg ik, ja, toedeledokie, bel een ander bureau. Maar kijk, als dat je intentie is, dan ben je voor mij geen ondernemer in hart en nieren. Een ondernemer moet het vanuit zijn passie doen en die moet je helpen. Tenminste, die zou ik heel graag willen helpen. Maar niet de gast die zegt, joh, het gaat om als je in die categorie valt, stuur een mailtje naar Martin. Ja, precies. De categorie ondernemers met passie. Kom maar door. Kom maar ondernemers met passie, kom maar door. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk wel zo. Uiteindelijk wil je met integere mensen zaken doen. En als je herkend wordt, ja, dan voel je je gewoon comfortabeler. En ik denk dat dat ook is wat het hele personalisatie ons gaat brengen. Het is inderdaad niet heel veel anders dan dat de lokale ondernemer al jaren doet met zijn klanten. Ja. Alleen dat proberen we te digitaliseren. En zie nou als marketeer inderdaad die tooling als die mogelijkheid dat je heel veel individuele gesprekken tegelijkertijd zou kunnen voeren. In plaats van als dat je heel veel geld zou kunnen verdienen. Want dan ben je volgens mij met je juiste vakmanschap en je passie bezig. Nee, het grappige is, we hadden, dat trek ik niet wel. We hadden iemand van wandel.nl, de wandelvereniging, Wandelbond. Ja. Gave jongen, mooi case, prachtige presentatie, echt top. En zij zit op relevantie, maar omdat zij relevant zijn op een goede manier, gaan zij meer verdienen. En zij verdienen ook veel meer, maar dat is puur vanuit de echte relevante content. Maar echt vanuit de relevante content bieden, dat serieus vanuit hun wil om dat te doen. En die gaan meer verdienen. En die gaan gewoon oprecht meer verdienen. Maar die doen dat niet omdat ze meer geld willen verdienen. Nee, die doen dat een vertrekpunt is. Willen relevanter zijn, willen die wandelaars beter helpen. En jongens, zorg dat je gewoon van je klanten houdt, dat je relevant bent. En dan komt het geld vanzelf. Maar draai het alsjeblieft niet om. Ga niet eerst het geld centraal stellen en dan... Maar Martin, hoe doe je dat als je voor grotere bedrijven werkt? Want ja, die grote bedrijven die hebben een paar honderd mensen in dienst. Die waren niet betrokken bij de oprichting. Zal het echt een worst wezen wat het doel is van bedrijven? Ik heb een target voor deze maand. We hebben gewoon targets meegekregen voor deze maand. Dus hoe zorg je nou voor dat... Hoe zorg je daarvoor? Dan gaat het ook vaak fout natuurlijk bij die targets stellen die dan... Nee, ik heb ook medelijden met die mensen die daar moeten werken elke dag. Weet je wel, van, ja, je zal maar gewoon alleen maar voor die targets moeten zitten. Nee, maar dat is wel een beetje Guido, weet je. Laten we even wel wezen. Grote clubs, net zoals Booking, weet je wel. Ik heb daar een beetje een haat-liefdeverhouding mee, dat weet iedereen. Ik vind het een prachtige club, hè. Maar ze begonnen heel sympathiek, een aantal procent commissie. Nu zijn kleine hotels al voor 95% afhankelijk van ze. En je kan honderden, heel veel testen doen. En nogmaals, ze hebben allemaal wel de goede intentie, maar weet je, als alleen maar de beurswaarde dadelijk telt, ja, en alleen maar geld telt, jongens, ik weet het niet. Ik weet niet of mijn zoon en dochter 12 en 14 of Isa op Luc daar is op zitten te wachten. Want ik denk dat het veel meer gaat om wat is de why van het bedrijf, wat gaan ze echt toevoegen, wat gaan ze ook toevoegen aan een duurzame onderneming. Ik denk dat serieus de why. Simon Sinek was dit jaar weer in Nederland. En we willen voor bedrijven werken die een why hebben. Die een bepaalde duurzame ambitie hebben. En de wedstrijd om goede mensen te krijgen is on. The game is on. Om goede mensen te krijgen. En mensen kunnen daar kiezen. En dan, als ik mag kiezen, en ik hoop mijn kinderen...
dat ze kiezen voor een bedrijf met een goede, duurzame why, ja, dan dat ze voor het geld zouden gaan. Maar we hadden het net al, over van, nou, mensen zitten in WhatsApp. En dan moet dit niet allemaal gaan uitzenden, Guido, want het is ook zeker wel zware kost. mensen zitten van... Morgenochtend, hè? Ja. Nee. Scherp zijn. Ja. Mensen zitten vast in Facebook en Facebook verschuift steeds iets verder richting wat we nu questionable vinden, maar het wordt steeds normaler, zeg maar. En ik denk oprecht dat heel weinig mensen dan opzeggen als ze iets doen wat ze niet leuk vinden, omdat ze gewoon vastzitten aan Facebook. Nou, je noemde het voorbeeld van, nou, we zitten vast als hotel, 95% van de hotels, van de kleine hotels, zitten vast aan Booking. Ja. Dus wat Booking ook doet, ja, je bent er enorm afhankelijk van. Dus is eigenlijk de enige oplossing dat we wachten op die nieuwe generatie? Dat we op onze kinderen, dat die kunnen die kunnen... Hoe oud is die van jou nou, Guido, ondertussen? Ja, 1 jaar. Ik denk eerder jouw generatie misschien wel. Maar we gaan de klap een keer terugkrijgen. Die kunnen nieuwe beslissingen maken. Nee, kijk, die gaan überhaupt niet op Facebook. Want dat heeft een slechte naam. Papa en mama zitten op Facebook, dus daar ga ik absoluut niet op. Je krijgt daar je krijgt steeds kleinere communities, hè, dus zeg maar, die minder vatbaar zijn voor commercie, hoop ik. Maar dat zal ook wel eventjes duren voordat dat gaat gebeuren. Maar ik denk dat als er meer een besef komt wat er allemaal met onze data gebeurt. Ik kijk The Great Hack, weet je wel. Het is echt eng als je die film kijkt, weet je wel. Dat zo'n Trump aan de macht kan zijn. Hoe dan? Weet je wel, denk je dan ook. Maar gewoon, als je ziet dat er per Amerikaan 5000 touchpoints in kaart worden gebracht. Dat ze precies zien waar zitten de twijfelaars en gaan overtuigen. Er komt een tijd, dit wordt kenbaar. En we zijn, kijk, het wordt wel een strijd. Want we zien dat de aandachtspannen van ons brein, focus wordt het probleem voor de komende tijd. Dus ik zie dat mensen zijn korte berichtjes bezig, lezen minder. En daar maken die grootbedrijven gretig gebruik van door continu maar die kleine hacks te maken. Want we denken niet meer na, we kunnen daar niet eens meer nadenken. We zijn alleen maar aan snap nieuws. We worden geëntertained. Maar er gaan, denk ik, gebeurtenissen gebeuren waardoor het zo kenbaar wordt dat het een kanteling gaat krijgen. Ja. En dus ook voor de grootbedrijven, ga je niet blind staren op morgen die 100 euro meer verdienen of nog 100.000 AB-testen meer. Maar weet je wel, wees eens menselijk. En ga gewoon... Maar Martin, hoe krijgen we dat voor elkaar, dat ook de medewerkers op de werkvloer dat meekrijgen van bovenaf? Wil jij werken voor een bedrijf met een goede why en een ambitie? Of wil je werken voor een bedrijf die geld gaat verdienen? Wat is je eigen waarde? Of een ambitie die of een bedrijf die geen van beide heeft. Die niet echt een goede why heeft, die wel een beetje iets wil. En die zegt, ja, geld verdienen is leuk, maar dat is ook niet hoofd. Ja, ik weet het niet zo goed. Noem eens wat voorbeelden van bedrijven die zo zitten. Ik ken ze niet, hoor. Klikproces. Ja, precies. Ja, die focus is wel lastig. Wat ik vanmorgen al zei, ik betrapte mezelf er gisteren op. Ik zat op mijn laptop, stond een YouTube-filmpje op. En ik zat op mijn mobiel ook op een ander YouTube-filmpje. Wat de fuck ben ik nou aan het doen? Focus. Ja, maar focus, dat zie je bij de jongere generatie inderdaad veel meer. Hè. Ik heb zelf dan 3 kinderen die iets ouder zijn. Hè, 12, 16 en 18. Jongens, maar daar zie je gewoon dat ze continu bezig zijn met eigenlijk al die devices. En eigenlijk vooral wat mij opvalt, dat ze eigenlijk heel erg niet meer gevoelig zijn voor marketing. Want ze zijn veel meer waarde aan het hechten in wat hun peergroup vindt. Ja. En dat is natuurlijk wat wij vroeger, tussen in ieder geval ik, maar volgens mij Martin ook. Wij waren ook natuurlijk gewoon op school, was je ook gewoon aan het kijken wie is de leider van de groep. En hoor ik bij de groep. En die jongens zitten gewoon nog steeds in hetzelfde proces. Ja. Dus dat stelt mij ook weer enigszins gerust. Inderdaad. Maar ook dat ze gewoon de onafhankelijk kunnen zijn van een platform. Hè? Ja. Dus als je op vakantie 2 dagen geen wifi hebt, dan heb ik een dag ruzie. En dan de dag daarna kunnen ze zich blijkbaar toch vermaken. Ja. Dat is ook alweer een geruststelling. Want ze hebben toch die impulsen die continu aangeboden zijn, niet nodig. We kunnen nog zonder. En jouw kinderen dat dan ook mee gaan maken. Maar dat zou... En je ziet van die stap zie je die jongens gewoon maken. Ze knippen dat gewoon los. Ja. Ze zijn zich heel bewust van het feit dat ze geëntertained worden door het apparaat. Ja, maar het is wel bizar, hoor. Ja, maar je wordt wel ingezogen, hè? Dus je moet af en toe een weekendcheck met kids.nl. Nee, ja. Nou, Martin, je hebt je reclame weer gemaakt. Het tutorial. Nee, maar serieus. Wij gaan. Je weet het, weekendcheck met kids. Maar dat is gewoon, wat ik ook vet vind, dan heb je gewoon echt even tijd voor elkaar. En je bent gewoon echt even weer uit die red race. Met die mobiel, met al die grote jongens die continu aandacht van je eisen van het onbewuste brein. Daar moeten we wat mee. Weet je wel, daar moeten we echt wat mee. Dus online personalisatie en al de tools die er komen zijn vet. Maar jongens, schietgericht, schietrelevant.
geen 40 berichtjes als je dat weet dat dat gewoon gaat irriteren. Je hebt alle tools, we kunnen steeds meer, maar alsjeblieft blijf nadenken. Dan vind ik wat mooi waar jij mee begon, denk Guido. 80% van het succes van de tools zit in de mensen die ermee werken. En wees daarin menselijk. Punt. Punt. Hilco, Martin, dankjewel. Graag gedaan.